Ik ben Bram de Wijn. We zijn aangekomen in Brussel. Kijk, we slapen een heel cute soort bedstee. Ja, mensen zijn zo irritant. Zelfs Belgen. Oh. We zitten in de trein naar Brussel, want we gaan vanavond naar het concert van Evie de Visser in de AB. Het is nu 11:15, we zijn op Rotterdam. We zijn pas om 2:30? 2 uur. 2 uur in Brussel. Ik heb er zin in. We zijn aangekomen in Brussel. We zijn met de bus naar deze wijk gegaan. Louise, weet je dat? We stonden eigenlijk te wachten op de tram, maar die bleek niet te rijden. Toen kwam een heel aardige man naar ons toe om te vertellen, ja, er is een kapotte wagon. De tram rijdt niet. Dus wij naar de bus, stapten we bijna in de verkeerde bus. Zei die man heel aardig, nee, je moet niet in deze bus stappen. Brusselnezen zijn echt super aardig. Brusselaren. En nu lopen we naar ons B&B/hotel. Ik heb trouwens dit uitje naar Brussel gekregen van Jelle voor mijn verjaardag. Vanavond gaan we dus naar het concert van Evie de Visser. Maar eerst ga ik eens even een klein tukje doen, denk ik. Zo, we zijn ingecheckt en dan is het nu tijd voor een bericht van de sponsor. Mocht je nou, net als ik, binnenkort op een citytrip gaan of misschien ga je wel naar een kerstmarkt en weet je niet of er onderweg wel iets te eten is, neem dan Y-Food mee. In dit flesje zit een hele maaltijd, dus bijvoorbeeld je ontbijt als je daar geen tijd voor hebt, je lunch als je die vergeten bent, je avondeten als je geen zin hebt om te koken. Alle voedingsstoffen, vitamine, eiwitten, mineralen, vezels zitten allemaal in het flesje. Ze zijn lactosevrij, glutenvrij en er is ook een vegan variant. En Y-Food is er in allerlei lekkere smaken zoals banaan, een van mijn favorieten. En deze classic choco is echt alsof je een hele romige chocomel drinkt. En als je een flesje hebt gedronken, heb je daarna een lekker vol gevoel, zodat je niet gaat snacken en snaaien. Als je het wilt proberen, gebruik dan mijn kortingscode BramYouTube. Dan krijg je 10% korting op het hele assortiment. En als je tussen 12 en 18 december bestelt, betaal je geen verzendkosten. Dus dan kan je zoveel bestellen als je wil met 10% korting. Dus ga naar de website van Y-Food en probeer het uit. En door met de vlog. Nou, we hebben even lekker gechilled op onze hotelkamer. Kijk, we slapen een heel cute bed, soort bedstee. Nee, je kan het eigenlijk niet echt, krijg je niet echt goed op beeld. Maar het is heel cute en ik pas er precies in. En nu gaan we wat eten. We zouden eigenlijk even met Jesse wat gaan drinken, maar die is van de radar verdwenen. Ik denk dat hij even lekker in slaap is gevallen op de bank. Hier in Brussel. En we hebben zo naar ons zin en we gaan zo naar Teefje de Visser. Dat is hoe noem je haar? Ik ben Bram de Wijn. We hebben heel lekker gegeten. Heel lekker gyoza's en wat is het gyoza? Lekker ramen, fried chicken en bao bun met
pork belly. En een soort zeewierthee. Was ook niet vies. We waren alleen wel een beetje vroeg. Want we natuurlijk nog naar het concert gaan. Dus we waren echt de enige in die hele zaak. Maar die vrouw was in het begin een beetje streng tegen ons, vond ik. Maar uiteindelijk ontdooide ze helemaal. Toen werd ze helemaal aardig. Nou, vond haar niet bijzonder hartelijk toen we binnenkwamen. Dus dat was heel lekker. Nu maken we even een wandelingetje naar de vijvers. En dan gaan we terug naar het hotel en dan naar het concert. Ik ben heel erg benieuwd naar het concert. Ik heb stukjes gezien van Evie de Visser op Lowlands. Dat zag er echt magisch uit. Down the Rabbit Hole ben ik geweest. Jelle heeft het al gezien op Down the Rabbit Hole. Wilde die even vermelden. Ja, ik ben al heel lang heel erg gek op Evie de Visser. Maar ik begreep dat ze bij dit concert voornamelijk van het laatste album liedje speelt. Wat ik ook heel goed vind, maar ik ken nog niet alle liedjes daarvan heel goed. Morgen gaan we nog even lekker brunchen in Brussel, maar verder zien we niet veel van Brussel. Vrees ik. Er is ook een kerstmarkt volgens mij trouwens. Waar? In de straat bij Jesse. Ja, het lastige aan Brussel is altijd dat iedereen spreekt Frans of Nederlands. Maar hoe kom je daarachter? Dat is de vraag. Dus als je begint met bonjour, ja, dan gaan ze natuurlijk Frans terugpraten. Als je begint met in het Engels, dan gaan ze Engels terugpraten. Maar misschien praten ze wel Nederlands en praat je de hele tijd Engels met elkaar. Zou je de hele tijd Nederlands met elkaar kunnen praten? Echt een dilemma. Oeh, het is volle maan. We gaan naar het concert. Ik laat mijn camera thuis, maar ik zal wat dingetjes met mijn telefoon filmen. Ik heb er erg veel zin in, maar ik voel me wel echt beroerd. Dat is een beetje jammer. Maar ja, Evie de Visser, laat je niet aan je neus voorbij gaan. En we gaan met de step in ieder geval proberen. Het is een beetje onduidelijk of je nou op de stoep moet met je step of op de weg. Het is wel het snelste en het makkelijkste vervoersmiddel. Al snel bleek dat de step toch niet zo'n goed idee was, want de wegen waren nogal hobbelig. En in de prachtig versierde binnenstad van Brussel mag je maar 8 km per uur op je step. We kwamen bij de AB, daar stond een gigantische rij. En in de zaal was het super druk. Het concert, ik zal jullie even 2 van mijn hoogtepunten laten horen. Straks even vertellen hoe het concert was. We zijn nu nog even een biertje drinken in de kroeg met Jesse en Jurgen. Jesse woont hier in de straat, dus het zou wel jammer zijn als we hem niet zien. De aarde voor ons allemaal. Ik ben weer vergeten hoe de koningen heten. Melchior, Balthasar en... Meer en wier ook goud. Sneeuw. Onze stad klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen in de spiegel. We zijn weer terug in het hotel. Ik ben helemaal opgeknapt. Tijdens het concert voelde ik me al wel iets beter. En daarna, toen gingen we nog even drinken met Jesse en Jurgen. En toen heb ik alleen maar cola gedronken. En toen in één keer de koffie kickte in, de paracetamol kickte in. De euforie van het fantastische concert kickte in. Ik weet niet wat het was, maar nu zou ik nog wel een nachtje er tegenaan kunnen. Maar ja, misschien toch maar het beste om een beetje op tijd te gaan slapen. We hebben nog even de grote markt bezocht. Nog even lekker patat friet gegeten met mayonaise. Maar het concert was echt... Ik had er zoveel goede recensies en reacties over gelezen. Het was ook letterlijk de allerlaatste show van de tour. Dus we waren echt de laatste die het zagen. Maar het was precies zo goed als ik dacht. En nog iets beter. Ik had veel gehoord over die vliegende spiegel die ze had. En ik had een soort in mijn hoofd dat het heel spectaculair was. Maar het was juist heel minimalistisch, waardoor het eigenlijk weer extra vet was. Ja, ze was wel trouwens, net als ik, heel erg verkouden. Ze moest de hele tijd zo hoesten tussendoor en dan kon ze weer door. Maar dat was alsnog, zong ze echt fantastisch. Echt geweldig. Al mijn favoriete liedjes kwamen langs. Nou, bijna allemaal. Er kwamen heel veel van mijn favorieten langs, zoals Scheef. Denk mijn favoriet. En dan vooral de zin, ik zie het mezelf zien. Ik kijk steeds naar de overkant en ik zie het mezelf zien. Zo mooi. Ja, ik ben super enthousiast. Het was wel weer echt een beetje... Ik heb toch het idee dat ik best wel wat concerten heb bezocht de afgelopen jaren. Nog ook tijdens corona wel op een of andere manier. Maar
Maar ik vond het toch wel weer wennen om met z'n allen zo opgepropt in een hele grote zaal te staan met echt heel veel mensen. Ik voelde me een klein beetje oncomfortabel dat echt zo weer mensen zo tegen je aan stonden te dansen. Vond jij dat ook niet? Ja. Hoe irritant hoe mensen zijn. Ja, mensen zijn zo irritant. Zelfs Belgen. Vond je het concert mooi? Ja. Ja, ik ga nu proberen te slapen. Ik denk dat de koffie nog wel eventjes door gaat dreunen, maar dan ga ik gewoon lekker naar Eefje de Visser luisteren. Dankjewel voor het kijken en laat in de reacties even achter wat jouw mooiste concert was van de afgelopen tijd. Of mooie concerten waar je nog naartoe gaat. Of heb je Eefje de Visser gezien? Vond je het ook zo mooi? Morgen gaan we naar het Boshuis met Bonnie en Nick. Heel erg veel zin in. Dankjewel voor het kijken, had ik al gezegd. En hopelijk zie ik je dan weer. Kijk maar even. Doei!